Hij is naast me neergeploft. Mr. Pinkpop himself, meneer Jan Smeets. Hallo. Hallo. Hoe zit hij erin? U zei? Hoe zit u erin in de wedstrijd? Nou, ik ben nu in het gauw en een enorme dip terechtgekomen. Ja? Ja, ik heb net zoveel plichtplegingen. Ik moest daar een onthulling van een tulp. Het schilderij gekregen bij de burgemeester met heel veel gasten. En dat gaat wel... Niet in de klauwe keren zitten. Ik moet iedere keer bedenken en niet in de list, maar een zin bedenken waar je tevredenheid uigt. En dan moet je uitkijken dat je natuurlijk dan niet ontaart en zelfgenoegzaamheid en weet ik wat allemaal. Stop. Ja, ik snap dat het veel energie kost. En dan ook nog dit gedoe met mij. Heerlijk, hè? Was dat allemaal in het kader van 50 jaar Pinkpop, het 50-jarig jubileum? Dat wat? Wat u allemaal moest doen de afgelopen dagen? Nee, ja, met de meeste van die dingen wist ik niet. En ik heb gezegd, we houden het gewoon, keep it cool. We doen geen gekke dingen. En dan gebeuren die dingen toch, hè. Een standbeeld en een borstbeeld en schilderijen en godsemene, niet normaal. Wat zal u een ego hebben na dit weekend? Nou, ik ben daar heel bescheiden in. Ik blijf zeggen dat ik uit een heel eenvoudig dorp kom. Eindighuizen heet dat en ja, dat vind ik op zichzelf wel prachtig dat ik daar woon en dat ik, ja. Maar dat weten we ook allemaal wel hoor, dat is ook maar een klein grapje. Nee, ja, weet ik wel, maar ik vind dat toch, ik denk er toch over na, dat snap je wel. En onverwijld denk je dan altijd aan je vader, hè, want je moet het van iemand hebben. Hij leeft niet meer, maar hij was de meest harde werker van het dorp. 29 jaar in de mijn ingewerkt. Dat betekent hier onder de grond gekropen. We hadden het goed, aan hem heb ik te danken dat ik dat vrij snel mee kon bezighouden met popmuziek. Ik bedoel, en dat ik en avonturen op het gebied van circus, ik ging met hem naar het circus toe. Ja, dan moet je je voorstellen, dat is 50 jaar geleden, dat was 60 jaar geleden zelfs. En dan denk je onverwijld terug aan die momenten dat het was geen uitbundige feestvierder. Dat is gewoon harde werken, maar hij wist het wel stiekem door te geven. Toen u net naast me kwam zitten, toen keken we allebei zo naar de lucht. Veel festivals zijn afgelast vandaag vanwege de storm die komt. Weer? Ja? Nee. Oh, dat wist ik nog niet eens hoor. Dat vind ik wel bizar. Ja. Want er zijn hier toch ook wel maatregelen genomen? Ik zag dat maatregelen. Ik zou je vertellen, we hebben... Meer dan 1 miljoen geven we uit aan veiligheid. Dat is te bizar voor woorden hoeveel bliksemafleiders hier staan. Hoeveel, ja, we geven meer dan 1 miljoen uit aan veiligheid. Dus heel veel is gebaseerd op die erge storm met de Rolling Stones. Sorry, 2014? Ja, 2014. Ja, en sindsdien voelen wij ons wel veel safer. En als u van tevoren had geweten hoe die storm, hoe heftig die storm toen was, had u dan Pinkpop afgelast in 2014? Nee. Ik probeer het altijd door te laten gaan. Maar dan moet je maatregelen nemen. Hè. Ik heb toen ook gezegd bij die storm, je moet op het trein blijven. Ga nou niet buiten. Ik heb thuis geen verantwoording voor omwaaiende reclameborden of wat dan ook. Hier blijven, hier zit het veiligste. Ze kunnen eigenlijk wel zeggen, er moet wel iets heel geks gebeuren, wil Pinkpop ooit afgelast worden? Ja, absoluut. Nee, dat is nummer 1. Wij gaan altijd door. Top. Even over gisteren. Eerder heeft u verzet tegen late tijden op festivals, nachtprogramma's. Ja. En gisteren was het dan zover met Armin van Buuren. Hoe is het u bevallen? Dat was heel speciaal, heel mooi. Maar ik ga dat niet meer nog een keer doen. Want ik zou je vertellen, het is het verkrijgen van die vergunning kost veel geld. En op een gegeven moment belt de spoorwegen en die zeggen dan, en hoe komen die mensen thuis? Dus ja, dan moet ik de 50.000 euro betalen voor de treinen. Ja, dat zijn allemaal dingen, dat moet je niet doen. Je moet ook gewoon, tijd gewoon naar bed gaan. Je kan hier wel verder, hè, op de campings veel te doen. Dirty Dead is, ik weet niet wat we allemaal gedaan hebben. En, ja, Sander Hogedoorn, mijn collega, die tot 4 uur 's nachts de hele camping op zijn kop heeft gezet. Ja, was goed. Ja, leuk. Ja, was echt top. Ik ben daar niet geweest deze keer. Ik moest nog naar kantoor, weet ik wat allemaal. Ja, vind ik wel bijzonder. Sander, dat doet me deugd dat het goed is gegaan. Het was de tweede keer voor een dubbele headliner.
Armin van Buuren en The Cure. En eerder al Justin Bieber en Martin Garrix. Gaat het vaker gebeuren, een dubbele headliner op één avond? Zou kunnen, zou best kunnen. Maar dat weet ik nu niet. Kijk, programma, we gaan nu vergaderen over dat programma. Ja, want het is eigenlijk veel te duur. Het is gewoon heel, heel te duur. En dus dat moet aangepast worden. Of we dan elke groep in het hok terugkrijgen, dat weet ik niet. Maar we gaan er wel zwaar over vergaderen. Ja. Over dat programma, J Balvin vond ik echt een verademing en een verrassing ook in het programma. Tussen alle gitaarbands. Is dat ook iets waar meer op ingezet gaat worden de komende tijd? Ik denk niet dat er extra iets extra's gebeurt waarop ingezet wordt. Het gaat vanzelf gebeuren. En daarbij moet ik tot mijn grote ergernis toegeven dat ik het los heb gelaten. Ik ken een hoop groepen niet meer. Ik ben dan toch echt blijven hangen bij de Heavenly Brothers en bij Tom Petty en Heartbreakers. En helaas bij sommige mensen die lang dood zijn. Dat is jammer. Maar op zich, want uw kleindochter Pip, die stond wel vooraan bij rapper Boef. Gebruikt u Pip als, dan niet als voelsprieten van wat er hip is? Daar wordt echt wel gebruik van gemaakt. Ik zeg dan gelijk tegen mijn dochter van, wat zeggen die aapkoppen nou van jou? Ja, maar pap, die zijn echt bezig met die Boef. En met die kraantje Poppy en weet ik. Zeg, oh jee, maar goed. Eerder was er lichte kritiek op Mumford & Sons als headliner. Dat mensen zeiden van, nou, het is misschien een iets te dunne headliner. Maar als je erop terugkijkt, wat denkt u dan? Ja, ik vond het goed in elkaar zitten. Die lightshow was immens goed. God, maar ja, wat hebben ze daar werk aan besteed? Ja, maar het is zo, ze hebben gelijk. Wij hadden eerst M&M. Daar hebben we maanden op gewacht. Dat was vanzelfsprekend, hoorlijk gaan. We zouden dat niet doopt, ze wordt er dan gesproken. En in één keer dan is het van, you don't do shows in Europe anyway. Dan denk je, jongens in godsnaam, ga toch niet die business van jezelf kapot maken. Want uiteindelijk zijn de groepen onderdeel van de business. Dit. Als zij niet meer komen, ja dan hou maar op. Ja toch? Ja. Meneer Smeets, heel erg bedankt. Moeten we nog even Pinkpop op deze dag 3 dit weekend samenvatten op een bepaalde manier? Hoe zou u dat doen? Ja, hoe zou ik het doen? Het rare is natuurlijk dat ik de groepen die ik zelf gewild heb, Golden Earring en Rowenijzen, met een bedoeling, dat die nog onvoorstelbaar goed geweest zijn. Dat was me toch een feest daar met Earring. En vol dat Noordterrein is zo'n prachtige plek om puur daar alleen al een festival te doen. Af en toe denk ik eraan. Dan denk ik van, ik laat dit allemaal weg. En dan doe ik dan bijvoorbeeld de Pinkpop Classic. Doe ik dat alleen op het Noordterrein. Dat is echt een hele geweldige plek. Wil je niet weten. Alleen ja, Pinkpop Classic is eigenlijk in Bospop. Ja, dan moet je dat niet 2 keer doen. Maar dan ga je weer zelf concurrentie aan doen. Oh, er schiet iets te binnen trouwens. Muse en Rammstein zijn volgend jaar in het land. Is dat tijdens zo, ja? Ja? Oh, dat weet ik niet. Die gaan festivals doen, ja? Kunnen we misschien Nee, we gaan. Ik heb vorig jaar echt een fout gemaakt door te zeggen, oh, er komt een feestje Pinkpop. En dan ga ik mij druk maken om de Police te krijgen. Want ik hoorde in een of andere dingen die ik heb gehad in Londen, een hele aardige lunch. En toen zei die meneer, die agent van, nou, er is een possibility. Because we did it already. The Police did already a reunion. Ja, en dan hoor je me niks de hele tijd. En ik is dat stink op Bospop. Ik zeg, wat zijn jullie het doen? We hebben wel even opletten gelezen. Want ik heb godverdomme dat. Nou ja, dus. En dan ben ik het kwijt. Dat vind ik jammer. Ja. We hebben die wel, zoals je weet, de derde lid van de Police, hè? Andy Summers. Die heeft hier een tentoonstelling op de Kalamala van zijn foto's. Prachtige foto, heeft ook een tentoonstelling in het Bonnefante Museum. Dat is heel druk bezocht, de opening. Hij heeft een concert gegeven in de Schouwburg, een hommage aan Pinkpop. En hij praatte van Pinkpop, die man is 76. Praatte van Pinkpop was hij vindt het ook een van de belangrijkste concerten en festivals in zijn leven. Ja, dan had hij eventjes op het podium moeten komen staan. Eigenlijk wel, ja. Maar ja, moet ook niet te veel maken. Als je niet kunt omringen, hoe heet dat, kunt duiden, dan moet je dat niet doen. Ja. Is ook zo. Heel erg bedankt. Ik denk dat we er zijn. Ik kijk even naar de baas, even naar Kilian. Ja?
Goed. Ja, wat zeg je van het weer? Dan kijk je nog even. Ja, ik vind even lief blazen zo. Ja.